daar kwam er aan. Dus zat hij in een gedicht en toen kwam mijn hamer. Moet je flink trekken. Oh, ik dacht je mag slaan. Maar dat, pas op. Je zacht eruit. Even en tellen jullie het af? Ja, naar beneden, naar beneden. 1, 2. Doe maar. Brief aan de woningstichting Sint-Jozef. Meneer. Het huis waarin ik woon en waar geen venster sluit, daar hou ik het met vrouw en zoon niet al te lang meer uit. Wel heb ik er als timmerman wat aan gerepareerd, maar het werd er weinig beter van, want alles is verweerd. Hier binnen waait het met dit weer en het lekt zelfs in de krib. Er valt, terwijl ik dit noteer, een sneeuwvlok op mijn lip. De oude kachel doet het niet, ik krijg de klep niet los. Het enige wat warmte biedt zijn een ezel en een os. Vandaar, meneer, dat ik u schrijf. Heeft u geen huis of zo? Meneer, wij willen alle vijf zo graag naar Almelo. Het heeft alles te maken met het jubileumfeest in 1994, waarbij wij Willem Wilming hebben uitgenodigd om een voordracht, een bloemlezing te houden van zijn werk. In eerste instantie is het idee van, nou, ik schrijf een brief aan de woningstichting Sint-Jozef, is ontstaan vanuit Willem Wilming zelf. En we hebben er natuurlijk zeg maar, met heel veel dankbaarheid het gedicht, het rijm van hem aanvaard. Het is echt wel heel bijzonder geworden. Ik vind het een orde, zeg maar, toch de oorsprong, de religieuze oorsprong van de woningstichting. Maar ook echt wel een orde aan de gemeente Almelo. En voor Almelo daar werken we allemaal. Hopelijk blijft het nog heel lang hangen. Ja, dat hoop ik ook. In ieder geval de woning waar het op bevestigd is, die zijn nog maar 30 jaar oud en die zullen in de binnenstad nog wel heel lang blijven bestaan. En daarmee denk ik dus zeg maar het rijm ook. Vanuit de woningstichting hebben we contact met de commissie. En ik denk dat de commissie ook wel met andere ideeën komt. Ik vind het wel heel leuk trouwens dat hier in de Bartelshoek ook een tweede gevel zeg maar, voorzien is. Ook met een rijm van Willem Wilming. Dat is een eind verderop, Hoek Holtjestraat. Ja, ik ga weer naar een eigen woning, weer op zoekje, gelukkig. Nou, moet je nou meer huur betalen? Nou, dat valt nog mee. Wel iets meer, maar niet te veel. Kunt u ons namens Beter Wonen vertellen wat hier precies allemaal gemaakt wordt? Jazeker, dat kan ik wel. Wat hier nu wordt gemaakt zijn 35 appartementen. Die wij eind november ook gaan opleveren aan de nieuwe huurders van Beter Wonen. Het is eigenlijk gewoon fase 1 van het woonkwadrant, waar wij gewoon volgend jaar bezig gaan met fase 2. Als ik kijk naar de ontwikkeling ook in het centrum, dan is het eigenlijk ook de tweede grote ontwikkeling, naast dat wij vorig jaar het warenhuis hebben opgeleverd. En er is ook mogelijkheid om even te kijken in de bergingen. Want die waren de vorige keer nog niet geopend. We hebben 3 of 4 bergingen open, dus dan kunt u even kijken hoe groot is zo'n berging nou. Nou, ik voel alles weer nieuw. Alles weer fris. En ik ben heel blij met mijn aandrecht. Ziet er echt stoer uit ook. Dus ik heb echt een goed gevoel daarover. U hebt voorheen ook in deze flat gewoond, deze Kloosterhof-flat. Wanneer bent u hier gekomen? Ik was in 2009 in februari aangekomen. En ik heb hier totdat ik hier eruit moest. Maar ik had wel een hele goede vooruitzicht. Er is heel veel veranderd. Want ik woonde eerst aan de andere kant van deze woning. En ze hebben daar een slaapkamer van gemaakt. Een hal. Een grote slaapkamer. En een kleine slaapkamer. Ik dacht dat het heel klein was. Maar het was dan wel groter. Ik vind het heel bijzonder. En ik vind het ook heel knap van de bouwers, zeg maar. Dat ze dat op deze manier heel mooi hebben gemaakt. Ja, vooral die grote ramen, er komt genoeg licht naar binnen. En ik hou van de zon, dus ik kan er nog van beide kanten nog van de zon genieten. Dat is helemaal mooi. En een prachtig uitzicht, hè?
En een prachtig uitzicht, het rechtbank. En ja, er is genoeg te zien en ik hou ook van mensen om me heen. Dus omdat ik hier in de stad wil wonen, is het voor mij centraal, ook voor mijn werk. We hebben eigenlijk de nieuwe schoolnaam een beetje gedoopt. Dus we hebben de nieuwe schoolnaam De Welle, die we al sinds 1 september gebruiken. Ook nu van een plaatje voorzien van eigen logo. En dat hebben we met de kinderen gevierd. Dat doen we op de 2 andere locaties ook straks. Ja. Maar dat plaatje, dat heeft daar wel iets mee te maken met samenwerking. Nee, het zijn niet die 3 scholen. Dat zeg ik er pas vast bij. Maar we willen wel heel goed samenwerken, zodat jullie heel goed les krijgen, blijven krijgen, ook in de komende jaren. 3 scholen gaan samen. Welke scholen zijn dat? Dat waren de oude Oosteres, de oude Rank en de oude Tourmalijn. Er waren 3 SBO-scholen van 3 stichtingen. Katholiek, protestant en openbaar. En dat is heel bijzonder. Daar hebben we 1 algemeen bijzonder neutrale school van gemaakt. Onder de naam De Welle. Dus dat is een ingrijpende fusie. Maar wel met een prachtige uitdaging voor ons. Om met 1 nieuwe sterke school te zorgen voor goede ondersteuning voor de kinderen hier in de stad. Ja, want er komt ook een nieuwe school. En wanneer komt die nieuwe school er? Ja, het wordt niet helemaal nieuw. Dus hij wordt bijgebouwd en aangebouwd en opgeknapt van het oude gebouw aan de Winkelsteeg. Daar vindt een flinke uitbreiding plaats. De gemeente gaat daar geld voor beschikbaar stellen. Dat horen we volgende maand. En dan hopen we in 2018 te gaan bouwen. En dan ergens in begin 2019 hopen we dat op te kunnen leveren. En dan kunnen alle kinderen ook fysiek naar 1 plek. Ja, en om hoeveel kinderen gaat dat straks? 220. 220 kinderen hebben straks een hele fijne nieuwe school. Op een nieuwe plek samen. Met een mooie buitenruimte, een boerderijgedeelte, een tuinen, een keuken. Dus ook mooi voor praktijkonderwijs daar. Techniek is cool, vonden de leerlingen van de Stapvoorde. Ze waren woensdag te gast bij Bouwmensen Twente. En ze werden begeleid door gepensioneerde vrijwilligers van het VTB-project. VTB, dat staat voor Verbreding Techniek Basisonderwijs. En het is een aantal jaren geleden is door de overheid gezegd van kinderen van de lagere school moeten eigenlijk meer kennis maken met techniek, zodat ze later ook sneller voor techniek kan kiezen. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus zeggen we van, we doen het op het eind van de lagere school. We zijn hier een barometer aan het maken. Dan moet je goed knutselen. Daar staat hij al van een voorbeeld. En met zo'n barometer die bepaalt van luchtdruk. En dat is heel handig als je wil bepalen hoeveel luchtdruk hier is. Want als, hoe hoger de luchtdruk eigenlijk gaat, gaat hij naar hoog, naar boven. En als die dus lagere luchtdruk wordt, dan gaat hij juist omlaag. Zo werkt het. En dat is behoorlijk lastig als je die zelf dus wilt knutselen. Want dat zijn we nu aan het doen. Met mijn vriend. Ik ben spijkers aan het uithalen. Dit is Jano Korte. Die is ook een barometer aan het maken. Ik ben ook al heel erg ver. Zoals je ziet. We hebben een stuk of 35 leskisten aangeschaft. In eerste instantie van de stichting Zwaluwstaten in Rijzen. Die had een aantal leskisten bedacht en verschillende scholen hebben die aangeschaft. Wij hebben ze hier allemaal aangeschaft. En nodigen de scholen uit om daar 1 dag per jaar kennis van te nemen. En kennis mee te maken en mee te werken. Het voordeel voor de scholen is dat ze niet al die kisten hoeven aan te schaffen. Dat hebben wij dan voor hun gedaan. Roos en Julia, wat hebben jullie gemaakt? Een brug. Zeg, wat is er voor bijzonders aan die brug, Julia? Hij kan open. En hoe werkt dat dan? Dan als je dit spuitje indrukt, dan gaat hij open. En als je hem dan weer eruit haalt, gaat hij dicht. Weet je ook hoe dat moeilijke woord heet nog? Het pneumatische gedeelte. En wat is dat dan, pneumatische gedeelte? Met de luchtdruk. Zeg, wat wil je worden? Ga je iets doen in de techniek of voor je leraar? Ik zou wel uiteindelijk wel weer bouwvakker willen worden. Andere gebouwen maken en zo, nieuwe uitvindingen. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk, zo'n bouwwerkje.
Volgende week, 21 november, wordt een besluit van uw raad gevraagd over het voorstel van het college met betrekking tot de uitvoering van de taken in de openbare ruimte. U heeft beide stukken een integratievoorstel van Twente Milieu en het businessmodel voor interne verzelfstandiging ontvangen. Volgende week is besluitvormende raad en dan moet de raad een keus maken tussen interne verzelfstandiging of uitbesteding aan Twente Milieu. En deze was eigenlijk ter voorbereiding zodat mensen zich beter konden oriënteren op wat er nou eigenlijk allemaal ligt. En ik ben blij, want iedereen is er heel diep ingedoken en we hebben denk ik heel veel duidelijk kunnen maken vandaag. Toen de raad de opdracht heeft gegeven om intern te verzelfstandigen, waren daar ook een aantal opdrachten bij, waaronder ervoor zorgen dat de taakstellingen ook daadwerkelijk gehaald werden. En het team wat op zoek is gegaan naar interne verzelfstandiging en dan een verzelfstandiging die tegelijkertijd ook aan die taakstellingen kon voldoen, betekende dat ze moest proberen om zo efficiënt mogelijk een aantal onderdelen in elkaar te breien. En daar hoort dat ingenieursbureau bij, want daardoor kan zowel kwalitatief als kwantitatief de opbrengst geoptimaliseerd worden. Ik ben niet ontevreden. Kijk, het is politiek. Ik weet natuurlijk nooit waar het uiteindelijk op uitkomt. Maar gezien de reacties en gezien de vragen, ga ik vanavond in ieder geval met een goed gevoel naar huis. Ja, wij volgen natuurlijk ook wat het personeel ook aangeeft en wat het goed is. Maar we hebben altijd al gezegd van onderzoek nu ook die tweede variant. Onderzoek nu ook het variant van interne verzelfstandiging. En dat is wel hetgeen wat we aanhangen. Nou ja, allereerst verandert er in de restpositie niks. Dus dat hoeven we ook niet af te kopen. Dat hoeft de gemeente allemaal ook niet te betalen. En voor de mensen geeft dat rust. Want uiteindelijk zijn ze hier natuurlijk ook niet voor niks gekomen. Ze hebben gesolliciteerd bij de gemeente. Ze hebben daar ook de restpositie van de gemeente. En daar verandert dan ook niet wat aan. Ze zijn trots op het werk wat ze doen en ook de contacten die ze nu met de burgerij hebben. En als je straks naar wijkgericht, weer terug wil naar wijkgericht werken, want dat hebben we in het verleden ook al gehad. Jammer dat dat toen niet doorgezet is. Maar dan zijn zij de aangewezenen om dat te doen. Zij kennen de wijk, zij doen het met veel elan en met veel plezier. En ik denk, ja, waarom zo? Dat moet je koesteren. Nou, kort gezegd, hoe kijkt u naar volgende week uit, naar het besluit van de gemeenteraad? Ja, heel spannend. Ik heb net al gezegd, het is politiek en daar ga ik niet over. Maar ik heb er een goed vertrouwen in. Ja. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Ja. En praat alsjeblieft niet zo door elkaar, want ik begrijp er helemaal niks van. Kijk, en daar, meneer, even goed kijken. Waar is het midden? Waar is het midden? Even kijken, daar ongeveer. Ja. Thank you.
Waarom dit boek? Ik ben eind 1974 in Almelo komen wonen en 6 jaar later bij het Dagblad van het Oosten gaan werken. In eerste instantie dus bij de stadsredactie hier in Almelo. En na een paar jaar ben ik naar het buitengebied gegaan rondom Almelo. En wat me opviel in het buitengebied, dat was dat daar de tradities, de oude tradities ook al heel snel aan het verwateren gingen en verloren dreigden te gaan. Mannes Hamming is dat, die is hier aan het woord. Mannes Hamming is geboren in 1888 en die vertelt over zijn hobby vissen. En hoeveel vis hij hier vangt, duizenden ponden snoek en kwabben. En hij wordt even die allemaal vangen in de... Ja, de Lolie, de Kooiplas, de Wijtemansland, de Hollander Graven, Witteven, Stoppenplas, nou ja, Kooiplas. Het was allemaal water hier in Troon. Burgemeester Toorhammer. Oké, alsjeblieft. Oké. Ja, ik zie het nu pas voor het eerst, want hij heeft het net pas meegebracht, dus ik was zelf ook benieuwd wat het geworden was. Maar dit is dus het boekje geworden, Leer mij Oud-Almelo kennen, en dat is ondertitel. 60 overleden Almelo's laten Almelo 1890-1940 herleven. Dat ik dus dit aan de burgemeester wil overhandigen, spreekt bijna voor zich, want ja. U ziet het, is stemmig in de Almeloze wapenkleuren. Met de wiebertjes. En de drie ruiten. Ja. Of wiebertjes, kun je het ook noemen, ja. Ruiten klinkt wat. Ja. Ah, ja. Ik kom hier zo meteen dus nog eventjes op terug. Ik overhandig u bij deze alvast. Dankjewel. Ik zal er nog een bepaalde toelichting eventjes bij geven. Waarna u de gelegenheid krijgt om alsnog te reageren. Ga ik doen. Ja? Bedankt. Oké, graag gedaan. Dit is een boek waarin dus 60 verhalen staan van mensen die inmiddels overleden zijn, maar die ik in 1983 heb geïnterviewd toen ze zelf al zeer ver op leeftijd waren. Zij hebben dus verteld hoe het hier was in Almelo aan het begin van de vorige eeuw. Daarmee kreeg je dus een aardige inzicht in dat Almelo, want het was een totaal andere stad als het nu is. Het was een stedeke, een klein plaatsje dus nog maar. En zij vertellen dus met name over heel veel wat nu verdwenen is. Hè? Niet alleen gebouwen die verdwenen zijn, maar ook het leven. Waar heel veel mensen dus eigenlijk geen idee van hebben hoe het, dus het leven in Almelo toen was. En zij geven daar een mooie inkijk op. Nadat ik een ander boek had geschreven en de alle paparazzen opgeruimd moesten worden, toen vond ik die envelop terug waar al die verslagen in stonden met de oude foto's erbij. Ik kon meteen weer aan de slag, ja. Ja, je moet toch wat doen als je geen werk meer hebt en niet op de straat wil rondhangen. Dan ga je maar schrijven. Ja. Dit gietstenen beeld van Jannie Brugman is van 1973. Het beeld is door de NMB, nu ING, aan de gemeente Almelo geschonken en werd door toenmalig burgemeester Schneiders gebruikt om het kantoorpand ceremonieel te openen.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.